Logan, wat is de bedoeling? We spelen Gears of War. Dit is Overrun, dus een beetje beast mode-achtig, zeg maar. Beast en ik kan beginnen met de kankers. Oh. Waarom kan die gast al wegrennen? Die liep een kant is die kant op. Dat is een bot. What the fuck? Wat? Nou, in het begin van het potje moet je eerst even wachten tot je kan lopen. Maar dat is een bot, die kon al lopen. Die stond hier al. We spelen nog geen 5 seconden en we komen al dingen tegen die lopen. Ongelooflijk, dat is echt ziek. Dan wil ik gewoon in een team met alleen maar bot zitten. Wow, wat gooit die? Is dat niet zo'n heel ding? Nee, dat is een troep. Nu kan hij zien waar je snapt, maar jij doet niet meer damage. Ja, maar ik wist het niet. Ik stond gewoon. Ik was geobsedeerd door het ding. Oh, lief. Ik kan wel wat hulp gebruiken. Okay. Ja, wacht even, ik kom eraan. Ik kom eraan. Waar ben je daar? Oké, maar het idee is, wij moeten... de bestorming van Normandië. Sorry. Ik zal wel uitleggen wat de bedoeling is. Wij moeten dat evil... wij moeten hem kapot maken. Ja. En zij moeten hem verdedigen. Daar komt het als simpel neer. Hoe meer punten wij verdienen, individueel, dan kun je betere locus kiezen. En als we zo'n evil kapot hebben, dan moet je naar het volgende evil. Zo zijn er twee, dan gaan we de generator verdienen. Dat komt op hetzelfde neer. Ik wil het herhalen, want ik zat echt niet te luisteren. Ja, sorry. Gewoon de shit kapot maken. Oké. Okay. Gewoon erin rennen en iedereen doodschieten onderweg. Duidelijk. Ja, niet iedereen. Sorry, ik was even helemaal geobsedeerd door... doordat er twee teamgenoten voor mijn neus doodgeschoten werden. Dat is best een traumatiserende ervaring. Ik ga niet dood, maar... Dat stunnen is trouwens... duurt langer dan het... duurt om voor hem weer... Ja, hoe zeg je dat? Laat maar zitten. Moet ik uitleggen. Ik kun je dat de hele tijd dood doen. Ja, nee, maar het is, ik stun hem en tegen de tijd dat ik klaar ben met het schreeuwen, heeft hij me al doodgeschoten. Ja, want het maar anders stun... was het al fout, dan kun je gewoon altijd doorgaan. Dan kun je gewoon mensen nog vast. Dus nu moet ik stun inderdaad doen achter een muurtje om dat mijn airlines hem dan af kunnen maken op die manier. Ik vind dat mede ineens. Wat ben je? Oh. Sorry, het ziet er stom uit. Zoals ik ben er hier. En ik niet... Wow, die kan ik niet meer reviven. Hier zijn armen zijn eraf. Sorry, ik ben echt aan het prutsen. Ik denk fuck, ik kan niks tegen doen. Okay, ik ren erin als een sticker. Oh. 1500 doe ik niet zo goed. Sorry. Dat is een slecht gegooid. Oh, hij is nu wel dood. Oh, ik heb een normal prize box. Oh, ik wou je hier, hè? Wat is een prize box? Ja, er zit vaak van XP in. Wat heb je in XP? Helemaal niks. Ja, fucking slecht. Krijg je een hoger level. Wat heb je een hoger level? Helemaal niks. Ja, maar wat zit er dan in de midden in die kist zitten? Daar kunnen ook wapenskins of zo zitten. Of skins voor je poppetje. Ja, dat vind ik allemaal lelijk. Ik wil gewoon natuurlijk. Vanilla. Ja. Ah, ik hou nooit van dat soort dingen. Je hebt hele rare dingen. Oh, ik heb een wonderboek. Wat was dat? Ik weet niet, we doen het heel erg slecht, of zij zijn pro. We doen het waarschijnlijk zijn het professioneel. Ja, dat is het, zij zijn professioneel. Laat eens aanvallen. Dus ik heb ze echt gewoon betaald om ons nu te verslaan. Ja, we zijn nog niet dood. Ik was dood. We hebben nog 2 minuten. Dan moeten we hem kapot hebben. Dat is een keer wat ook wat doen. Ja, wat is dit voor een onzin, die turret? Hij plaatst hem en dat ding kan ik nooit kapot krijgen en ik ben dood. Hoe heet dit? Ja, weet ik. Ja, als Badge gewoon erin en dat ding kapot maakt, dan gaat het snel. Je kunt gewoon al wel heen springen en dan B op het ding. Ah, poepzooi! Hij kan naar de kant op. Joi. Kom op. Hij heeft dan iemand die dit. Oké, dat gaat niet. Waarschijnlijk zit nu wel op dat ding gefocust. Dat stunt het niet eens. Dat is een waarloos, dat moet je nooit doen. Hij heeft die hele schreeuwen van de nut. Ik heb nog nooit nut gezien.
In het vorige deel is recht ik niemand, want het duurde me te lang. En nu is het dus een schreeuw die ik nooit doe. Oké. Oh. 60%. Die vorige keer met het wordt geen wereldrecordtijd. Kom hier, ga dood! Hehe. Eindelijk, zo zien we het graag. Slaan je op dat ding in? Welk ding? Dit ding? Kijk waar je marker op zit. Ik ben dood. Kijk gewoon naar die marker op die scherm, naar rechts toe. Fuck die gas man. Ik wil hem dood! Ik kill je toch niet. Ja, nu ben je fucked, staat een turret aan. Ah! Oh, dat is niet dankzij mij. Ik heb trouwens een keer geprobeerd om het gebouw, de granaat overheen te gooien. Dat kan niet. Ik dacht van dan gooi je gewoon vanaf de... Vanaf je eigen baas om een granaat te doen. Invisible ball? Dat invisible ball. Invisible ball. Bovenop dat gebouw. Ketsje granaat. Ik had het zo graag gewild. Deze ging wel goed. Erin rushen. Kun je ook nog kiezen verder hoe zeg je dat? Je locus dat customizen of kan dat niet? Dus je kan alleen de spel customizen. Oké, handig. Beetje zonde. Ik ben geen van meteen in te slaan. Ah, toch al 60% damage gedaan. Better you than me. Zijn is gekopt net of nee? Heel erg. Wat gebeurt er? Wat voor binnen te slaan? Ja, dat is een map. Ja, poe! Ik heb geen idee wat ik moet doen. Ja, ik weet wat ik moet doen, maar het lukt gewoon niet. Laat ik het zo zeggen. Joh, maar het lukt niet! Ik ga gewoon winnen. Ik ga alweer gewoon healen, daar ben ik goed in. Ah, oh, zelfs dat kan ik niet! Oh. Ik kom weer de andere kant wel eens. Wat gaat die fout? Oh shit, is dat kapot. Die tikken die raakt het. Dat is net te ver bij jongens. Oh, dat is snel uit. Dat zijn die kogels van Kool. Die piepen. Nou, oh, houd dat in. Nee, is goed hier. Oh. Oh. Schiet hem! Schiet hem! Ik ga wel eens bereid. Ik heb het niet ergens meer gedaan. Ik kan het niet denken. Oeps. Degene voor me viel gewoon in één keer uit elkaar. Ik weet dat helemaal niks zijn. Waarom zou je dat op willen? Maar ligt het nou aan mij of heb ik gewoon helemaal geen andere wapens? Ja, klopt. Ik zou de glaas kiezen. Nou, oké, misschien was het niet. Oh. Schiet hem! Ik heb een kill. Ik heb een kill. Dat ding überhaupt ook maar één keer gezien. Dat ding. Met een kapot moeten maken. Dat doen we kort uit. Au. Ik heb nog nergens iets damage aan gedaan, want ik zie niet waar ik heen. Dat is epic. Nou, als je niks doet, dan. Ik heb nog 24 seconden. Of kan dit ding ook rennen? Het gaat dus niet. Staan met
Daughters online, oh. Als ze te dichtbij staan, zijn zij ook dood, maar oké. Ze leeft toch een hele planeet nu kapot? Ja, eigenlijk wel. Het ding is nooit online, dan toevallig allemaal. Ja, maar dat kan je ook zien, hè? Als dat ding online is, dan spammen ze hem ook gelijk. Oh, ja. Een stuk of 10! Zin, zin, zin! Kom, nu gaan ze eraan. Medic. Zeg maar even, engineeren te sterk, die turrets zijn super hard. Ik dacht dat ze trouwens iets hadden van dat Gears of War niet, hoe zeg je dat, seksistisch was. Wat bedoel je ermee? Zuster! Kom op! Medic, zuster! Sure. Ja, kom op, waarom is het niet, waarom is de fighter dan niet een vrouw of zo? Ik bedoel... Sorry. Ja, het is echt... racisme, want Cole is een neger en die schiet granaat af. Oh. We doen het! Wat? Nu al? Hoe was dat dan, hé? Hoe kon dat? Oh, weet ik niet. Serieus, kon dat zo snel? Cheater? Dat is echt binnen de minuut wel. Was dat die bot? Ik weet het we niet. We waren net gespawnd, we liepen naar het ene ding toe. Oh, je zei ze niet, liep naar andere of schoot een airline kapot of zo? Nee, dat kan niet. Ah, die ga ik als engineer en die is menens. Maar heb je nu ook gewoon maar in totaal 4 poppetjes? We zien 25 seconden! Oh my god. Ja, maar heb je dus nu ook gewoon maar 4 poppetjes in totaal? Kijk, ze gaan allemaal als tikken of zo. Dat ah, kijk, ik zie mijn turret een keer aan. Oh, 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 dit is een basis. Oh, 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 weg, weg, weg. Ik moet nog, hoe zeg je dat? Nou, ik moet gewoon nog leren hoe het werkt. Laat ik het daar maar ophouden. Ja, maar je hebt nu al een hele dikke amateur hoor. Hey, daar is dan niks van een campaign gespeeld. Echt gewoon een hele rug, kan ik. Kom dichterbij. Maar hoe hebben ze het net gefixt? Ik weet... Of is er daar een tunneltje waar een hoe doorheen kan? Ja, tikkers kunnen ook door bepaalde dingen heen. Huh? Oh, ik gooi hem tegen de dingen aan. Oké, dat healen op afstand is wel verrekte handig. Oh, daar is iemand in nood. Ik gooi er een granaat heen en is gehealed. Ja, je healt vanzelf ook. Oh, dan is het totaal niet nuttig. Nee, ik krijg XP mee. Standaard. Hé, hey, trouwens, het hele granaatgooien is ook weggegaan, zeker met dat, dat touwtje in principe, met die boog. Als je hem ingedrukt houdt, oh. Oh, je gaat slecht uit, man. Nee, ik had geen idee dat het is best wel fel nog een keer te worden. Nee, toetsen zijn vel, je hebt maar 2 wapens nog bij je. Oh ja, frek, kijk. Dat is wel cool. Maar het doet me een beetje denken in principe aan de verandering die de Halo hebben aangebracht. En ik denk allemaal classes en skills en dat maar echt, ja, hierin is classes misschien nog wel een geinig idee, alleen je kunt er niks verder. We zijn nu human en we kunnen verder niks unlocken ofzo. Terwijl als locus wel waarom niet, wat is dit? No medic. Oh, heel. Kan ik mezelf healen? Ja, is het gewoon een nutteloos bericht. Hé, hey, wat kan ik mezelf nu healen? Oh. Oh, ik ben nog niet gehealed. Ik raak in paniek. Beetje ink en een beetje van krill. Op een andere manier kunnen ze daar tegen. Kom, die schieten we toch heel vaak in de ballen, ja, hè. Oh, ik hier hun. Oeps. Is dat ernstig?
misschien. Moet ik even kijken van. Woe! Ik heb een revive! Hoe awesome ben ik? Wat?